Dit is niet alsof we ons papbanden beplan op elke tour wat ons gaan nie. Maar Johan het hierdie keer ja. Ek sien Johan doen een interessante ding. In plaats daarvan om die gom wat met die wiggies moet bind na die tijd op te sit saam met die wiggies, sit hy hom voor die tijd op, zodat hy hom gebruik as een type van een, wat is die Afrikaanse woord vir lubrication? Smeermiddel. Smeermiddel. So hy gebruik hom as een smeermiddel. En dan is het ook vinniger, nee Johan? Ja, dit is baie makkelijk eenvoudiger. Hy gaan makkelijker in en jy hoef nie soveel kracht te gebruik op die einde van die dag. Voilà. Gom. Wat is ons? Dit is een interessante tijd. So jy bere jou een ou fietsband, binnenband. Dan skier hy nie, hy stamp nie keer mekaar nie, hy die skade nie. Dit is nou uitstekende idee. So al jou botteltjes is nou daar binnen. Bijvoorbeeld die heel eerste tenere wat hulle uitgebring het, die eerste 1200 liquid cool. Wat? 5 uur. So hè?